In mijn vorige video over de Turbo R had ik het al over dat de oude diskette drives vanuit de jaren 80 veelal gebruik maken van een rubber bandje om de diskette te doen draaien. Dit is hier een externe disk drive voor Schneider CPC 464 of Amstrad CPC 464. Speciaal aan deze drive is dat die niet de typische 3,5 inch is, maar deze is 3 inch. Dat was een, het CF2 formaat van Schneider Amstrad. De disketten zien er zo uit, dus het ziet er niet hetzelfde uit als een voor ons bekende disketten. Deze zijn dus 3 inch en je kan ze aan beide zijden gebruiken. Elke zijde heeft 180 kilobyte geheugen beschikbaar. Ongelooflijk. om terug te hebben over die drive. Dus deze drive is inderdaad defect. Het rubber bandje is helemaal versleten. Ik heb het er al uitgehaald. En ik heb op eBay een Fransman gevonden die nog bandjes verkoopt. Dus dit zijn twee nieuwe bandjes, want ik heb twee van die externe drives. Ik zal nu proberen van deze te repareren met zo'n bandje. Ik heb twee van deze Schneider slash Amstrad 3 inch CF2 externe disk drives. De ene is Schneider gelabeld, de ander Amstrad. Als ik me niet vergis, had Schneider een licentie om de CPC 464 computers van Amstrad uit te brengen onder eigen naam. Iets in dat genre. Look it up. Ik heb beide hier al opengeschroefd, want beide moeten een nieuw bandje krijgen. Aan de bovenkant zie je al dat het plastic licht anders is. Dus het zijn echt wel twee verschillende modellen, maar wel compatibel. De disk drives die erin steken zijn ook verschillend, duidelijk verschillend. Deze had ik al eerder opengeschroefd, dus hier zit er al de voeding is al losgemaakt van de disk drive zelf. Voilà, ik zal nu even de disk drive losmaken. Voilà, ik heb de disk drive uit het toestel geschroefd. Ik heb alles al mooi losgemaakt. Hier kan je de leeskop zien zitten voor de disketten. Dus, de disk draait rond en de leeskop leest de data. Om het bandje te vervangen moet ik aan de andere kant zijn. Ik heb hier al aan beide kanten een connectertje losgemaakt, ik heb alles losgemaakt wat ik eigenlijk kan, maar er zitten daar, ik hoop dat jullie het gaan kunnen zien, er zitten daar kabeltjes in die ik niet echt kan losmaken, dus met deze kleine ruimte ter dikte van een duim ga ik dat bandje er moeten infoefenen. Het wordt een plezant prutswerkje. Als je dit soort drives van de Schneider CPC 464 openschroeft, moet je altijd opletten. Hier, als je goed kijkt, zie je zo'n koperbolletje. Dat is, ik denk dat dat de Ride Protect Pin of zo genoemd wordt. Als je dat verliest, kun je niet veel meer aanvangen van met je diskette drive. Dus altijd goed opletten dat deze er niet uitvalt, want die zit gewoon los. Ik zal niet filmen terwijl dat ik hier serieus zit te vloeken om dat bandje erin te krijgen. Ik kom zo meteen bij jullie terug. Oké. Ik heb het rubber riempje vervangen. Ik heb het toestel terug helemaal dicht, dus, dicht geschroefd. De drive zelf heb ik dichtgeschroefd en terug vastgemaakt in de behuizing. Hier zie je de voeding.
kabel, de data kabel, en hier is er nog een zwart kabeltje die op de metaalplaat vastgehecht is. Ik vermoed dat dat een soort van aarding moet zijn. Ik heb wel prutswerk gehad inderdaad om het rubbertje erin te krijgen. Er was weinig plaats om te manoeuvreren, plus op een van de tandwieltjes waarover het bandje draait was er nog vastgekoekt oud rubber van het vorige bandje dat helemaal gedisintegreerd is. Die heb ik toen ik hem de eerste keer open gedaan heb een paar weken geleden, daar heb ik een overschot van een bandje al weggesmeten, dus kan ik het niet doen, maar enfin, dat is nu een bandje, hè. Dus veel is daar niet aan te zien. Ik zal hem nu dichtschroeven, helemaal. Misschien, ik zal hem dichtschroeven. En ik zal hem aansluiten op een van de CPC 464 computers. En hem eens testen. Ik heb nog niks getest, dus dit is de tweede driver nu die aangesloten is. Ik heb hem nog niet dichtgeschroefd, dus hij is nog open. In het geval dat ik de lees-schrijfkoppen zou willen reden. Dus het wordt interessant. Is het de drive of zijn het de diskettes die defect zijn? Let's find out. Eerst moet je de drive inschakelen. Ja, de monitor. En de computer. Hup. Dit was de diskette waar dat we dan net wel een en ander van konden lezen. We gaan eens checken of dat we met deze drive meer kunnen lezen. Dus weer het commando dir. Enter. Dit is minder goed, eerlijk gezegd. Hè? Disk missing. Oké, een teleurstelling. Ik zal jullie even laten en enkele dingen testen. Tot binnenkort. Ik had het toestel dus. Ik had het riempje vervangen. Ik had het toestel terug dichtgeschroefd. En ik heb het getest op de computer. Maar, sommige diskettes leek hij wel iets van te lezen. De meeste diskettes heeft hij gewoon een foutmelding. Ik zal het straks wel even demonstreren. Ik heb net gecheckt of dat ik het riempje correct gemonteerd heb. Of het nog altijd correct gemonteerd is. Dus het ziet er nog altijd goed uit. Dus een andere mogelijkheid van het probleem kan zijn dat de leeskop hier vuil is. Dus ga ik die nu reinigen. Daarna monteer ik het weer en ga ik demonstreren. Een andere mogelijkheid is dat al de diskettes slecht opgeslagen geweest zijn, gestockeerd geweest zijn door de vorige eigenaar, waardoor dat al die diskettes eventueel defect zijn. Maar ik heb hier toch wel een redelijk aantal diskettes. Het zal wel vreemd zijn dat die net allemaal defect zijn. Nu zal ik dus eerst de leeskop reinigen. Opnieuw aansluiten en testen. Eventueel ga ik ook al de tweede drive het riempje vervangen. Kan ik ineens die ook testen. Dan weet ik zeker of dat aan die diskettes ligt of aan het toestel, tenzij dat alle tweede toestellen natuurlijk niet correct meewerken. Nu ja, dit is materiaal van 30 jaar oud, of misschien meer, dus dit gebeurt. Oké. Wel, ik heb de tweede drive uiteindelijk nog niet het rubber riempje vervangen. Ik wou toch even ondertussen demonstreren hoe ver dat ik geraakt ben met de drive waar ik het riempje wel al vervangen heb. Dus ik zet even de computer aan. Schoon groen schuim. Ik heb hier een diskette gevonden die je toch gedeeltelijk kan lezen. Al de andere diskettes dat ik al getest heb, kan hij meestal gewoon niet lezen.
Dus het dir commando om de files te lezen van disketten. Met het lezen. Dus je vindt wel een paar bestanden, maar dan vindt hij moeite krijgen om disketten verder te lezen. En dan heeft hij de voormelding retry, ignore or cancel. Gelijk wat ik doe, dan kijk ik opnieuw error. Dus even cancelen. Dan even een ander disket proberen. Als ik ze zo met één hand kan nemen. Ja. Oh. Een Tandy. 3-inch disket. Discology. Oké. Ben benieuwd. Het commando. Dir. Zou hij iets vinden of zou het weer error zijn? Oké, voilà. Dus dit is wat ik kreeg bij de meeste diskettes. Gezien hij sommige diskettes wel gedeeltelijk kan lezen, vermoed ik dan dat de drive wel werkt. Maar dat effectief al die diskettes kapot zijn. Ik heb natuurlijk, ja, enkel de mogelijkheid om dit te bevestigen, moest die tweede drive werken en iets anders doen. Dus dat ga ik nu van eerst van al doen. Ik ga die tweede drive het riemkusje vervangen en testen met die. Ik heb de tweede drive opengeschroefd. Die is duidelijk lichtjes anders. Bijvoorbeeld de aarding zit hier verbonden. En de twee connectortjes die bij de andere drive aan de zijkanten zitten, zitten hier samen achteraan. Na het los schroeven van vier schroeven in dit geval, de vorige had er maar drie, merk ik dat ik hier wel wat meer ruimte heb om de nieuwe riem erin te monteren. Voilà, ziet, er is wel iets meer ruimte, niet veel, maar hier zie je al de oude riem. Deze is een verhaal van ouderdom. En ik heb minder dat mijn video niet echt scherp is. Enfin, het zal moeten goed zijn. Hè? Dus zal ik nu even checken of dat er geen stukken oude riem nog vastzitten binnenin, vastgekoekt. En ik zal de nieuwe riem plaatsen. Daarna schroef ik hem toe en gaan we even testen. Dit model is veel toegankelijker. Er zijn overal van die kleine connectortjes. Dus dit was wel een veel minder groot foefelwerkje dan met het andere model. Ja. Kijk gerust hoe dat ik hem terug dicht doe nu. Ik denk ook dat deze werkt met detectors in plaats van met die right protect pin van die andere drive. Als u herinnert wat ik daarnet zei, dat pennetje, koperkleurig pennetje, dat je zeker niet mag verliezen. Volgens mij is het in dit geval met de detectors. Voilà. Dan doe ik hem nu toe. Zien dat ik geen kabeltjes kapot maak ofzo. Toch wel een klein prutswerkje om die connectorkist te connecteren. Voilà.
dus de interne connectorkes zijn vast. Dan moet ik het printplaatje in de juiste positie steken. Hop, voilà. Voilà. Mooi, mooi, mooi. Ik zal even enkele schroefjes vastdraaien. Dat het bordje niet meer verschuift terwijl ik de rest van de connectors probeer vast te zetten. Ik zal deze drive, ik zal de leesschijf koppen. Hier, ik zal die nog niet trainen. Eerst kijk, ik zal het terug monteren, maar ik zal hem nog niet dicht schroeven, dan kan ik hem altijd trainen nog. Maar voorlopig gaan we hem zo een keer testen. Connectorkes. Voilà, ik denk dat dat ze allemaal zijn. Jo, dan mag de drive hier terug in. Omgekeerd. Even voegen om die. Heb je weinig plaats om die stroom en data aan te sluiten. Dus even een voegelwerkje. Valt nog mee. Loskrijgen is moeilijker dan vastzetten. En niet vergeten de aardappel terug aan te sluiten. Voilà. Dus nu kan ik deze even zo testen. Even toedoen. En dan gaan we nu naar de computer. Er is nog niet aangesloten. Ik wil nog even uitweiden over de aansluitmogelijkheden van deze drive. Ik heb de Nederlandstalige handleiding van die drive. Fantastisch. niet dat er veel toe doet. Misschien ga ik die straks wel even moeten raadplegen om te achterhalen hoe ik de drive moet aanspreken vanaf de computer. Want ik ben niet bekend, echt bekend met dit type computer. Ik ben vooral een MSX-verzamelaar, maar recent ben ik een beetje aan het uitweiden geweest en ik heb ook Commodores en Texas Instruments, hier die prachtige lasercomputer, maar hoofdzakelijk MSX-computers dus. Enfin, recent ben ik dus ook uitgeweid naar andere types computers en deze. De CPC 464, of dat nu Schneider of Amstrad is, mijn, ik heb er hier twee, zijn alle twee, oeps, Schneider, maar het zijn wel licht verschillende machines. Zo zijn de kleur van de knoppen verschillend. Het logo van Schneider is licht verschillend. Voor de rest zijn die zowat gelijkaardig zijn, vermoed ik. Ook de monitoren hebben verschillende logo, zoals op de computers. Oké, we waren bezig over de befaamde 3-inch CF2 externe disk drive voor de Schneider CPC 464. De disk drive sluit aan via een interface. En je mag spreken van een interface die je aansluit van achter hier op de computer. En dan achteraan op de disk drive. Deze computer krijgt zijn stroom rechtstreeks van de monitor. Dus wel handig. Je hebt maar één stopcontact nodig. Allee, in dit geval ook nog een stopcontact voor de disk drive natuurlijk. En hier heb ik nog een geheugenuitbreiding
64 kilobyte geheugen voor CPC 464. Nu zal het nu niet aansluiten, die is niet van belang voor deze demonstratie. Oké, nu zal ik even alles aansluiten. Tot binnenkort. De tweede drive doet het nog slechter dan de eerste. Ja. Ik heb het riemke vervangen, ik heb de leeskop gereinigd. Om een of andere reden is er disk missing. Dus ik kan niet detecteren dat er een diskette insteekt. Niet tegenstander dat deze wel neemt en ze draait. Maar als ik opnieuw probeer, niks. Ik zal even van de handeling erbij nemen en kijken wat dat betekent, disk missing, maar het spreekt eigenlijk voor zichzelf. Er zou geen diskette in zitten. Dat ga ik nu even doen. Oh ja, beide drives zijn terug. What the f... Beide drives zijn terug dicht. Ik weet niet wat dat was. Even een elektrische storing of zo. Je kan deze drives ook in tandem aansluiten. Dan is degene die aan het uiteinde van de kabel komt, is de master. En de andere is dan de slave drive. Dus standaard als ik het dir-commando doe, zal hij de master drive lezen. Daar heb ik nu een diskette in gestopt, wat dat hij daarnet wel voor een deel kon lezen. Dus, oh, dit is mooi. Nu heeft hij zelfs geen foutmelding meer. Dit is wel heel optimistisch, maar ik geloof niet in sprookjes. Blijkbaar staat er hier twee basic programma's op, dus zal ik even het disk, dat lijkt mij het goede programma, ik zal het disk programma even proberen te starten. Dus run disk.bas. Ja, hij doet dus toch blijkbaar wel iets. Ik denk dat dit de programmeeromgeving Pascal moet zijn die nu ingeladen wordt, en ik moet hier een soort van instelling bevestigen, dus enter voor standaard loading Pascal. Ik hoor de drive wel weer lawaai maken, dus dit zal niet goed komen volgens mij. Ja, voilà. Het is weer koekenbak. Ik zal even een ander disket proberen. Ik ga even de computer herstarten ook. Ja, dat was inderdaad Pascal. Dan heb ik nog CPM. Dit CPM is een diskbesturingssysteem. Een beetje gelijkaardig aan MS-DOS. Enfin, ik weet niet veel over CPM. Eens zien wat er gebeurt als ik deze drive probeer te lezen. Oh. Ik heb de indruk dat onze diskette drive beter en beter begint te werken. Ik heb wel geen flow idee hoe dat ik die CPM disketten moet opstarten ofzo. Ja, er staan weer twee basic programma's op, dus ik probeer eens die X1 basic te starten, maar ik vermoed dat het niet op die manier zal werken. Voilà. Of misschien wel. Oh, voilà. Het is weer koekenbak. Enfin. Blijkbaar begint de diskette drive beter en beter te werken hoe meer dat ik hem gebruik.
Dus zal ik even proberen. Hè. volgende diskette. Het befaamde dircommando opnieuw. Nee, helaas. Wel succes had met die twee andere. Wat is dat? Even zien wat er gebeurt of dat hier in die andere drive stick. Waarschijnlijk moet ik dan iets switchen van drive op een of andere manier en ik weet niet hoe dat moet. Dus hij is nu inderdaad van de verkeerde drive aan het lezen, denk ik. Dus op die manier zal het toch niet werken. Hè. Cancel. Oké, nog één poging in de drive die redelijk werkt. Zo, een mooi disketje. Wat staat hier op? Allee, kom op, met één hand is dit niet zo makkelijk. Nog CPM. Oké, nogmaals CPM proberen, hè. Oh, voilà. Nee, komt niet goed, komt niet goed. Voilà, zeg. Een beetje gemengd resultaat. De rubber riempjes van de disk drive zijn vervangen. En ze lijken ook, ja, ze werken sowieso beter dan voordien, want toen hadden ze gewoon geen rubberbandje meer. Maar het resultaat is een beetje bedroevend. Ik moet er vermoedelijk van uitgaan dat het een combinatie is van zwaar verouderd materiaal. De diskettes zijn waarschijnlijk vergaan of gedemagnetiseerd of gemagnetiseerd of slecht opgeslagen geweest gedurende pakweg 20 jaar op iemand zijn zolder. Hetzelfde voor de disk drives eigenlijk. Holy crap. Ik vermoed dat er iets niet goed is. Niet. Paniek. Er was een of andere kortsluiting, vermoed ik. Ik denk dat het in die tweede externe drive moet geweest zijn. Niet tegenstaande dat ik hem daarna nog eens aansloten heb en er geen probleem was. Maar na de kortsluiting waren alle toestellen uit, niet tegenstaande de stroom nog aanstond. En ik kreeg niet meer startende. Dus ik was een beetje bang dat ik het allemaal hier kapot gekregen had. Maar na een minuutje of twee wachten start alles weer correct op. Kan de drives ook aansluiten. Ik heb ze wel niet meer per twee aangesloten. Misschien dat daar het probleem zat. Die eerste drive leek effectief beter en beter te werken hoe meer dat ik hem gebruik. Dus misschien, niet tegenstaande dat ik de leeskoppen gekuist heb, misschien toch nog vuil en door hem te gebruiken dat het aan het verbeteren is. Maar daar tegenover, ik heb wel nog, het is mij nog niet succesvol gelukt om dit programma te runnen. Na het instellingen zijn waar ik return moet doen, gebeurt er, krijg ik de befaamde disk error opnieuw. Hoort dat de disk moeite heeft om te lezen. Dus dit wordt niks. Contact neemt net iets nieuw. Ik heb even de handleiding erbij genomen. En het gaat hier over het formateren van diskettes. Dus ik wou proberen of dat ik zelf iets van data kon schrijven op een diskette met deze drive.
En hier gaat het toe dat je het besturingssysteem CPM nodig hebt om, om diskettes te formateren. Wat ik een beetje uitleg aan het volgen. En hetgeen dat je blijkbaar moet doen, is de disketten van CPM insteken. Dus die had ik daarnet geprobeerd te starten vanuit Basic, wat dat dus niet werkte. Maar dus je steekt de disketten van CPM in, typt het commando CPM. Eigenlijk dient dat dus om het besturingssysteem CPM te starten. En vreemd genoeg heeft de disk drive geen foutmelding. En kijk, hij heeft een A-prompt, een beetje zoals MS-DOS, maar dit is dus wel het CPM 2.2 besturingssysteem. Als ik dit doe, dus zoals dat ik daarnet vanuit Basic deed, de bestanden opvragen die op de diskette staan, als ik het vanuit CPM doe, dan toont deze zonder probleem op de CPM-diskette. Dus het was hier het programma X.bas dat ik daarnet was proberen aan het opstarten, dat niet lukte. Ja, ik weet niet wat dat deze commando's zijn, want met CPM heb ik in het verleden nog nooit echt te maken gekregen. Dus ik weet ook niet echt wat dat ik hier zou kunnen demonstreren. Wat dat ik nu ga proberen is een keer een ander disket insteken. En zien of dat ik met dit commando ook iets te zien kan krijgen van deze andere disketten. Of als we alternatief dan dus weer de foutmelding gaan krijgen dat de disk drive niet werkt. Ja, voilà. Spijt. Nu ja, het was het proberen waard natuurlijk. Mijn excuses, ben altijd een beetje ziek. Zie mijn vorige video van de MSX Turbo R. Dus ja, dan... bad sector. Dat betekent wel dat het een fout op de diskette zou kunnen zijn. En hoe ga ik hier nu? Hij toont nu wel iets. Dus dat zou wel betekenen dat het probleem op de diskette is. En niet per se de drive. Ja, laten we nog eens een diskette proberen. Een keer de andere kant. Maar dat zal niet echt succesvol zijn, zo te zien. Dan nog eens een ander disket proberen, hè. Ja, ik kreeg natuurlijk niet uit die stomme hoesjes die veel te hard spannen. CPM, ah kijk, aan de andere kant van de disketten dat het programma Dr. Logo. Misschien kan ik dat opgestart krijgen. Even hier. Ja. Logo.com. Laat ons proberen. Logo.com vraagt hij. Logo. Oh. Blijkbaar moet je de bestand extensie niet gebruiken in dit systeem. Zou het lukken of zouden we weer het disk error probleem krijgen? Ik gok op het tweede, maar je weet nooit natuurlijk. Oh, spijtig. Wel, ik deed dus net de tweede drive die helemaal niet werkte open om het rubberbandje er opnieuw uit te halen zodat het dat kon bijhouden voor de andere drive. En ik merk op dat het rubberbandje niet op zijn plek meer zat. Dus ik heb het opnieuw gemonteerd. Een beetje geprobeerd dat dat niet meer loskwam. Ik denk dat het rubbertje misschien iets te groot is, dat misschien niet echt geschikt is voor dit model, enkel voor dat model. Maar ik heb het dus weer correct gemonteerd. En nu werkt deze drive echt wel heel goed.
Dus als ik CPM, dan ga ik naar het CPM besturingssysteem. Laat zonder probleem, geen disk errors meer. Werkt perfect. Dus ook als ik nu die diskette van CPM omdraai, je weet wel nog, daar stond Dr. Logo op. Deur. Als ik dan dat logo start, dan doet hij dat ook deze keer. Geen probleem. Welkom to logo, please wait. Dus ja, logo commando's ken ik niet, dus veel zal ik dat niet kunnen doen. Ik zal even een ander diskette nemen. Even. Computer stopzetten. Ik weet niet, dit is waarschijnlijk een diskette met gegevens van de originele eigenaar. Computer aanzetten. Even de diskette insteken. Pinball, een flipperkast. Lijkt me wel leuk. Even zien of dat het nu volledig werkt. Ongelooflijk. Ik probeer even Samantha.bas op te starten. Ik hoop dat dit geen zonnige software is ofzo. Dat het de naam is van een speelveld voor de flipperkast ofzo. Hop. Het is toch strippoker. Oké. Samantha Fox strippoker is effectief wel een legendarisch spel uit de jaren 80. Ik heb het nog nooit gespeeld. maar ik vermoed dat gewoon pokeren is. In ieder geval, ik zal het nog niet proberen. Ik ben dolgelukkig. Deze tweede drive werkt dus beter dan de eerste drive. Niet eens dan dat het daarnet anders leek. We hebben nog een probleem gemerkt. Ik heb twee van deze interface kaarten voor deze drive aan te sluiten. En ik heb de indruk dat de tweede niet werkt. Dus die ga ik nu even testen. Maar daar ga ik jullie tijd niet meer mee verspillen. Dus de missie voor vandaag is zeker volbracht. Een werkende 3-inch CF2 disk drive. Het modelnummer is eigenlijk Schneider de DD1. DDI1 zelfs. DDI1. Voilà. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze enorm warrige video. Maar zo gaat dat nu eenmaal met van deze oude ding. Er moet wel eens iets gerepareerd worden. Soms werkt het gewoon niet. Tenzij dat je echt technische elektronica kennis hebt, dan kun je het gewoon niet oplossen. Dus in dit geval kon ik het wel. Dus voilà. Iedereen nog een fantastische zondag. Ik heb even die geheugenuitbreiding aansloten. Niet dat dat iets zal uitmaken voor dit voorbeeld. De meeste cassettespelletjes die ik erbij gekregen heb zijn zo educatieve programmaatjes. Een daarvan is Oh Mummy. Dat leek mij tenminste een spelletje, dus ik heb deze gekozen om even te demonstreren. Dus spelletjes in die tijd kwam op tape voor sommige systemen. Bijvoorbeeld MSX had spelletjes op tape, Commodore, Schneider Amstrad, Atari 8-bit had ook wel spellen op tape enzovoort. Er zal nog wel een computersysteem geweest zijn. Dus in het geval van een Amstrad CPC 446, je neemt een spelletje op cassette, steekt in het cassettedek. Dan op het toetsenbord doe je de control en enter samen.
Voilà, dan komt de instructie dat u cassettedek op play moet drukken. Hop. En voilà, dan is hij gestart met het laden. Ik zal nu gewoon full length. Oeh, hij doet niks. Ah, then any key, of course. Voilà. Dus deze keer is hij wel gestart. Hij zal nu even zoeken achter het spel. Als hij het spel vindt, zal hij het wel zeggen. En had er misschien een laadscherm tevoorschijn komen. Daarna is het een kwestie van wachten, want zo'n spelletje in een tijd, dat duurde even om dat te kunnen laden. Voilà, hij heeft dus Mummy gevonden. En ik heb de indruk dat bij deze Schneider computers nog net iets langer duurt om een spel te laden of data van cassette te laden dan bij sommige andere systemen. Dus ja, ik laat jullie even genieten. Hè. Ondertussen wat inzoomen op het keyboard. Oh, die heeft iets gevonden. De keyboard. Ik heb twee van die CPC 464 computers. En bij beide zit er zo een cassette. Dit is een Duitse. Ik denk dat die andere misschien een Nederlands was, ik weet het niet. Ik ga nu ook niet uithalen om te kijken. Daarop staat er een demootje, een grafisch demootje voor deze computer op zijn. Waarschijnlijk nog wel andere samenlijstenis dat ik uitgeprobeerd heb tot nu toe. Het is de eerste keer dat ik dit spelletje, Home Mummy, inlaat. Oop. Hier staan de instructies hoe dat je het moet spelen. Pretty simple, gewoon omhoog naar beneden, links rechts bewegen. En dat is het. Veel instructies krijg je niet. Ja. In ieder geval, ik ben jullie aan het verwennen. Ik zal jullie laten genieten van het inladen, maar het enerveert mij nu al dat het zo lang duurt eigenlijk. Misschien kan ik nog iets anders vertellen. Kijk, mijn stafat. Ja, dus dit zijn allemaal. Ja, mijn verzameling is hoofdzakelijk 8-bit homecomputers uit de jaren 80. Ik denk dat de Amiga's en de Atari ST's, die van onder staan, dat die al 16-bit moeten zijn, maar de meeste andere computers hier zouden toch 8-bit moeten zijn, denk ik. Misschien ik plan een volgende video te maken over dit ding. Het is een Raspberry Pi computer, hè? Dus het is echt een heel kleine computer. Die heel populair is voor het moment. Ik gebruik hem om MSX te emuleren. Dan moet ik die oude computers niet gaan aansluiten. Iedere keer kan ik gewoon op dit systeemke van alles uitproberen als ik wil. Dit is trouwens een MSX computer die wel nog aangesloten staat op het toetsenbord. Maar om terug op de Raspberry Pi te komen, ik plan dus een video te maken over de Raspberry Pi binnenkort. Wat is dat spel nu nog niet ingeladen? Wat moet ik hier nu nog gaan vertellen? Oh, voilà! Wat een fantastisch spelletje. Mooie muziek trouwens. Stay to continue. Voilà. Instructions. I don't care. Continue, 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 continue. Zoveel tekst.
Man. Oh, fire button. Waar is de fire button? Enter, nee. Oh. Oh, is de fire button hier? P om te spelen, play. Dus blijkbaar met A en Z ga ik op en neer. En dan kan ik links rechts. En waarschijnlijk moet ik zo, alles aflopen. Oh, als ik niet sterf natuurlijk. Ah, kijk, als je zo'n vierkantje omcirkeld hebt, gebeurt er iets. Dat is wat anders dan al die 3D realistische videogames van dag van dag. Hiermee moesten wij het stellen toen we jong waren. Enfin, dus ik heb jullie lang genoeg verveeld met het laden van dit cassettespel. Zo spectaculair is het duidelijk niet. Tot de volgende keer. Vermoedelijk een videootje over de Raspberry Pi 3. Tot later.